En Luca, jullie zijn met iets heel moois bezig. Hoe is dit idee eigenlijk ontstaan? We vonden het een te saaie tuin. En toen dachten we, kunnen het mooier maken. En toen zijn we gewoon bezig gegaan. En zo ging het even verder. Ik had het idee om in een 3D-ontwerp de tuin te proberen te maken. En dit is hem dan geworden. En hij lijkt er best wel op. En hoe het er dan zeg maar uit zal zien als het klaar is. Dus hier dan een bank van pellets gaan we dan nog maken. En hier dan een vuurkuil. Hier komt de bank vanaf dit streepje. Dit streepje hier. Als ik dan volgens de berekeningen goed kom, dan komt hier tot daar helemaal de bank. Dus het wordt dan een hoekbank en als het goed is, kan het met al deze pellets. Er wordt wel heel veel van jullie zelf verwacht volgens mij, hè? Ja, we doen bijna alles zelf, want juffen hoeven eigenlijk bijna niks te doen. Dus we hebben alles zelf geregeld en zo. Ja, maar jij zit op een stapel pellets. Ja. Kun je eens vertellen hoe dat geregeld is? Ja, een paar kinderen uit de klas hebben gebeld naar allemaal bedrijven en ze proberen zo gratis mogelijk spullen te krijgen. En dan hebben ze eerst 13 pallets, maar we mochten er 5 hebben en nu en daar gaan we een bank van maken. Ik kan me voorstellen dat het best wel spannend is om zo even te bellen. Ja, dat is denk ik wel. Maar als je geluk hebt, dan ben je daar ook wel weer blij mee als je dat hebt gemaakt. We wouden gewoon een idee, want we wouden heel graag barbecuen en lekker warm zitten in de zomer en lekker feestje houden. En dachten we, maken een zitkuil. Hier komen we, als we pallets nog een paar pallets over hebben, maken we hier een bankje hier zo omheen. En dan kunnen we er bijvoorbeeld marshmallows roosteren. En dan hebben we hier een iets dieper gat er nog ingemaakt en daar komt zeg maar de korrel. Nu gaan we het een beetje volgen de komende tijd. Wat gaan jullie precies doen tot de zomervakantie? Kun je dat een beetje vertellen? Jawel, we gaan vooral denk ik bezig met de bank. En we proberen dan nog gratis kussens te regelen. En dan gaan we verder met de vuurkorf. En ja, meer hebben we nog eigenlijk niet. Misschien komt er nog wel wat anders voor. Verwacht je nog dat de dingen ook spontaan ontstaan straks? Dat je denkt van dat je nieuwe ideeën krijgt? Ik denk het wel dat we nog iets gaan maken of zo. Maar dat weten we eigenlijk nog helemaal niet. Hey, tenslotte, wat leer je hier vooral van? Je leert gewoon allemaal dingen samen doen en dat je in de tuin bezig bent. Dus het is eigenlijk een soort stage lijkt het wel. Maar dat doen we niet. We hadden het idee om deze boom weg te halen. Deze boom was niet heel goed meer. En was een hele bende. We wilden het graag mooier maken deze tuin, want deze tuin die was een beetje saai. Dus toen kwamen we op het idee, laten we deze boom omzagen. Maar uiteindelijk werd het niet een heel goed idee, want we hadden allemaal bladeren overal liggen. Dus toen kwam juf op het idee om een snipperhand maar mee te nemen. Dus toen hebben we alles gesnipperd. En nu hebben we overal houtsnippers en zo. We hebben een tijdje terug, hebben ik en een ander kind, hebben deze tegels, die lagen er heel, niet netjes bij. En toen hebben we ze er allemaal uitgehaald en gingen ze er nieuw integelen. En dat is zo geworden. Dit is wel een mooie afsluiting straks, hè, van groep 8. Ja, dat is het zeker dan. Als we dan een barbecue hebben, dan kan je alsnog denken van dit hebben we allemaal zelf geregeld. En dan ben je daar ook blij mee. En dan kunnen andere groepen het ook gaan gebruiken als ze dat willen.